Hallo, welkom op mijn YouTube-kanaal. Mijn naam is Leroy en ik ga vandaag de Open Orakel dagkaartreading doen voor 3 november 2021. Ik ga drie kaarten voor jou nemen. En de derde kaart. Oké, mooi. De eerste kaart voor vandaag is de tovenaar. Dat wil zeggen dat je meer vandaag extra even gebruik mag gaan maken van je creativiteit. En eigenlijk vanuit jouw energie en creativiteit om het een en ander meer te gaan wensen of te gaan manifesteren voor jezelf. Ga er en ook meer het universum daarbij om hulp vragen en weet en heb er dan ook vertrouwen in dat ze je daarbij zullen gaan helpen. Oké, hartstikke mooi. De tweede kaart is de vos. Denk snel en improviseer. Oké, misschien sta je voor wat keuzes of moet je veranderingen maken in je leven. Kunnen we allemaal wel eens hebben. Durf dan net zoals de vos snel te denken, te improviseren en te handelen. En de derde kaart is numerologie. Wat staat voor nauwkeurigheid? Oké, misschien heb je vrij veel. Ja, hoe zeg je dat? Dat je veel merkt van dubbele getallen of de dubbele getallen op je weg gaan komen of op het moment heel erg aanwezig zijn. Ga je dan eens even wat meer verdiepen in numerologie en dan kan je daar ook weer antwoorden en inzichten uithalen en bepaalde stappen uitnemen. Dus het staat ook voor spirituele inzichten, boodschappen en bekijk natuurlijk ook dat op de juiste manier vanuit, ja, nauwkeurigheid om het zo maar even te zeggen. Oké, mooi. Drie prachtige kaarten weer vandaag, wat je goed kan gaan combineren. En ja goed, ga dat doen. In ieder geval weer bedankt voor het kijken. Even een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En laat hieronder natuurlijk even een reactie achter. Vergeet je dan ook even niet te abonneren op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Tot de volgende keer. Hoi hoi.